Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. En ik ga natuurlijk even de gasten voorstellen. Eerst, ik begin even met Maaike. Maaike zit helemaal aan de andere kant van de tafel. Maaike Bladvoet is van het UT, dus zij is de sidekick van vanmiddag. Dan hebben we Geert. Geert is van Geert Oldhuis van de PVD UT. Partij van de UT, ook wel de langstudeerderspartij genoemd. Dan hebben we Herbert Hoormeester. Hij is de lijsttrekker van de campuscoalitie, dus dat is de afdeling medewerkers natuurlijk. En Frank van den Berg, die staat, is ook van de campuscoalitie, is op nummer 4 van die lijst. En tot slot van Eureka, weer een studentenpartij, Roos Rodijen. Die zit hier naast me. Ja, goed. De universiteitsraad zorgt vooral voor dat het duidelijk wordt van in het openbaar van wat willen wij als universiteit. De Partij van de UT is een partij die vooral focust op alle maatregelen die de laatste tijd genomen zijn op het gebied van langstudeerders. En ook wat dat voor een gevolg heeft voor het studentenactivisme. Het is aan de ene kant is het een gegeven, want het kabinet wil dat, dus gij zult dat doen. Wat wij dan als uren willen zeggen van oké, welke prestatieafspraken maken we dan? En bijvoorbeeld een klacht die we de laatste tijd wel echt gehoord hebben is bijvoorbeeld Blackboard die tijdens de tentamenweken eruit valt. En zoiets, daar willen wij dan wel mee bezig gaan. Het was toen in december dat jullie tot midden in de nacht dat de correspondentie en zo is over en weer is gegaan. Er wordt wel s'nachts gemaild. Maar dat zijn ook studenten bijvoorbeeld die s'nachts om 2 uur nog wakker zijn en een mailtje sturen. Dus ja, of de voorzitter is soms om 6 uur wakker en begint hij al te mailen. Nou ja, ontzettend saai. Al die dossiers die je moet lezen. Ja. Kijk, ik heb dit meegenomen. Dit is onze fanmail van afgelopen weekend. Dit is een korte vergadering. Ik weet niet van wat mensen meenemen. Jij was geen langstudeerder. Ik heb er 4,5 jaar over gedaan. Dat is netjes, toch? Dat was nu 4 jaar. Dus, Het volgende is dat we ze bij het academische pakken. Dus ze stelen alle toga's. En was hij die dus aan het heet dat het kleine jurkjes tot hier worden. En ik denk niet dat de professoren dat nog willen draaien. Tegelijkertijd gaan we ook Pokémon of andere vloeimiddelen gooien over alle nanodeeltjes. En zo zorgen dat het hele onderzoek, dat het helemaal plat ligt, dat ze niks meer kunnen doen. Ik zou zeggen, medewerkers en studenten, alle faculteiten, verenigd u. Weer zijn we 10 tot en met 15. Dat die als die met voorbestemming gekozen worden, dat die er toch in gaan. Ik wil graag op nummer 12 staan, want ik wil in de UR zitten, maar als, dan op basis van voorbestemming. Ja, dat is dat het college van bestuur ons uitermate lastig vindt. Tot op het irritante af. En dat ik dat uitermate vraag als voorzitter te horen. En dat het college een steeds verwikkelder bij ons heeft gemaakt dat het toch wat merkwaardig is. Dat in Eindhoven er zo'n makkelijke universiteitsraad is en zo'n lastige raad. Maar het is dus een compliment. En waarom dat nou net bij ons andersom is? Ja? Maar het is dus een compliment. Dat beschouw je als een compliment. Ja, ik wel. Ja. Okay, ja. Mijn onderwijskunde achtergrond vind ik het heel belangrijk om op het onderwijskwaliteit te gaan richten. Zeker met de onderwijsvernieuwingen die eraan zitten te komen, het nieuwe onderwijsmodel. En ik denk dat we daar, daar hoort communicatie bij naar de studenten toe. Daar hoort studiebegeleiding bij. En ik denk dat dat gewoon heel groot belang is en dat we ook wel zeker volgend jaar mee bezig gaan houden. In ieder geval twee thema's waar ik afgelopen jaren, maar ook de komende tijd zeker mee bezig hou. Dat is het eerste is professionalisering van docenten. Ik denk dat dat aandacht behoeft, maar nog veel meer dan aan u krijgt. Er is nu beleid voor vastgesteld, maar dat moet ook echt geïmplementeerd worden. En ik denk dat er nog wat meer aandacht kan hebben dan u krijgt. En tweede, het hangt daar ook deels mee samen, dat is personeelsbeleid. Hoe gaan we om met onze mensen? Zowel als je iets wat doet voor onderwijs, geldt dat ook mee voor je carrière, voor je beloning en weet ik wat allemaal. En aan de andere kant, hoe zit het met de belasting van mensen? Hoe voorkomen we dat veel mensen gaan omvallen? Want hier en daar krijg je al signalen van. En daar moeten we denk ik ook de komende jaren heel nadrukkelijk naar kijken dat we dat verminderen. Dat we mensen niet overbelast raken, maar leuk blijven vinden om hier te werken en in goede omstandigheden hun werk kunnen doen en kunnen blijven keuzes maken. En dat begint al met het feit dat het college enorm veel plannen heeft. Het gaat over een no-model, University College. Masterprogramma's moeten veranderen. Er moet meer tijd gestoken worden in het werven van onderzoeksprojecten. Dus uiteindelijk is de vraag van, hebben wij de capaciteit daarvoor? En dan moet je op een gegeven moment zeggen van, tegen iemand zeggen van, als ik jou vraag om dit te doen, dan hoef jij dat niet te doen.
En dat doen wij op dit moment te weinig. Daar gaat vanuit het college uit, wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed. En dat bepaalt uiteindelijk wel de spankracht die we als organisatie hebben. Dat betekent ook de kwaliteit die we kunnen afleveren. Dus daar moet er heel veel aandacht aan gaan besteed worden van hoe gaan we ervoor zorgen dat we alles wat we willen ook kunnen uitvoeren. En als we de ruimte niet hebben, moeten we het niet doen. Er zijn op dit moment heel veel veranderingen in het onderwijs. Vanuit de landelijke politiek is de harde knip, de rangsteers moeten dat soort maatregelen. We zorgen voor een ontzettende omslag in het onderwijs. Ook hier op de universiteit zelf hebben we natuurlijk het nieuwe onderwijsmodel, dat soort dingen. Die zorgen ervoor dat het leven van de student compleet op zijn kop gezet wordt. En de Partij van IT wil zich hard maken dit jaar in de universiteitsraad dat er gedacht wordt aan een actieve student die naast zijn studie ook zichzelf nog verder wil ontwikkelen. En dat daar ruimte voor blijft en dat kan blijven doorgaan, zeg maar, dat je naast je studie ook actief bent in training. Dat is waar de Partij van IT dit jaar in de raad voor wil staan.